In coronatijd klonk op ieder illegaal studentenfeest dezelfde muziek. Goldband. En toen de wereld weer open ging, schoten ze rechtstreeks uit die studentenkamers de grote podia en festivals op. Een achtbaanrit vol. Ik noem het rollercoasterpop. Dat we alle kanten op gaan. Een soort erectie. Al die energie en creativiteit. Staat u hier voor Goldband? Ik heb de hele dag op gewacht. Gewoon echt op. Ja, nou, hartstikke leuk dat jullie hier zijn met z'n drieën. Yes. En jullie zitten ervan te genieten eigenlijk, hè? Als je een beetje zo kijkt. Naar ja, ons. Ik vind het toch wel heel erg leuk om te zien. Ik heb een tijdje geleden al niet meer gezien eigenlijk, hoe we het eigenlijk hoe we op het podium stonden. Dat is alweer een tijd geleden ook. Ja. Ik krijg hier wel een lach. We hebben zo tering veel gedaan eigenlijk. Ja. Ja. Dat is niet normaal. Eigenlijk achter elkaar door. Ja. Of niet? Mm-hmm. Dat is nu wel anders. Dus... Ja, op de voorgrond is het nu anders. Ja, ja, ja. Nee, we zitten nooit stil. We kunnen ook niet zo goed stilzitten, denk ik. Hoe is de verhouding tussen jullie drie als het gaat over stilzitten? Wie is degene die zegt, maar de motor aanzet en zegt, jongens, we moeten weer met een nieuw nummer maken of we moeten iets gaan schrijven of ik heb zin? We hebben dat alle drie op verschillende momenten. Ja? Ja, we trekken elkaar steeds vooruit. En hoe werkt het? Is het gewoon 's ochtends elkaar of 's middags? Ik weet niet. Het is gewoon kantoorwerk, gewoon om 10 uur op de zaak. En om 6 uur gaan we naar huis. Ja. Heeft helemaal niks meer met rock'n'roll te maken. Nee, echt totaal niet. Helemaal klaar mee. Tatoeages nemen en Maar die doe je gewoon 's avonds op als je moet optreden. Ja. Fantasie doet de rest. Ja. Ja. En overdag gewoon met de kinderwagen. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ik zet mijn dasje aan en ga ik gewoon lekker naar huis. Ja, boodschappen doen bij de Aldi. Stickers eraf. Ja, precies. Ja. Oké. Maar toch. Jullie hebben groot nieuws. En dat is misschien leuk om daar toch even mee te beginnen. Want jullie gaan echt wel even ietsje minder doen. Maar ook meteen een stuk groter eigenlijk. Ja, we gaan uit elkaar. Ja. 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 Dit is groot nieuws. Groot nieuws, ja. Ja. En wiens initiatief was dat? Ja, het is Boas. Ja. Vaderschap heeft hem nek omgedraaid. Ik wil gewoon thuis zijn. Ik heb helemaal geen zin meer om te werken. Verslaafd aan zijn kind. Nee, voordat dit nou door iedereen helemaal getwitterd wordt. Ja. Goldband uit elkaar! Nee, relax. Misschien? Ja. Je had er zin in ieder geval. Jij zei het net al, we gaan dus 3 festivalshows doen. Ja. Dus dat zijn Siget, Pukkelpop en Lowlands. Ja. Maar... Is het dit moment? Mag ik? Ja, doe jij dat. We gaan ook eigen shows doen. Ja. Oh. Namelijk de Ziggo Dome en Sportpaleis. Wow. Ja. 6 november. Ja, jij weet dit. 6, 7, ja, komt niet uit. Dat zoeken ze wel op. Ja. Maar dit is ook wel... Kijk, want je zei net... Ja, het ging een beetje vanzelf aanvankelijk. Zo leek het, weet je wel. Jullie stroomden overal gewoon naartoe en van het een naar het ander. Maar nu... Nu zet je wel even iets neer. Van nu moet het wel gebeuren ook daar. Is dat ga je er met een ander gevoel naartoe dan? Nou, naar zo'n Ziggo? Ja, je leeft er wel al in die zin ander toe. Die plannen komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Dus ik denk dat wij er wel al een half jaar of zo... denk ik, over praten. En dan ga je langer misschien. Langer of een jaar, ja. Nou. Dan, ja. Dus dat, ja, dat sluimert dan zo een beetje. En ja, kijk, wij zijn natuurlijk met z'n drieën heel goed in wat wij doen. En dat is muziek maken en optreden. Maar we werken gelukkig ook met heel veel mensen die andere dingen heel goed kunnen. Dus die organisatie en die structuur, die brengen zij ook aan in ons leven. Gaat het dan ook over meer eigenaarschap hebben over je optreden? Dat je niet meer afhankelijk bent van op welk podium je staat, maar dat je zelf iets kunt neerzetten? Ja, kijk, het is natuurlijk heel vet als jij een Ziggo kan uitverkopen... dat ze helemaal speciaal voor jou komen. Dus je weet van... Kijk, ten opzichte van een festival... daar staan natuurlijk tientallen andere acts. En dat is ook hartstikke leuk. Maar
ja, zo'n Ziggo Dome komen echt alleen maar fans helemaal speciaal voor jou vanuit heel Nederland. Die komen naar dan in dit geval Amsterdam of Antwerpen. En het is ook wel een reden dat we dus dit jaar niet zoveel festivalshows doen. Zodat dat we lekker uitverkopen. Kunnen focussen op ons eigen show. Dus een economisch plan. Dat is het thema. Economisch masterplan. Financieel. Maar is het ook? Ik begreep dat jullie bijvoorbeeld ook dachten van ja, we moeten toch ook gewoon een beetje zangles gaan nemen, een beetje wat meer zorgen dat de conditie wat beter is. Af en toe misschien een dag niet drinken. Denk je dat we dat niet aan het doen zijn? Nou, dat vroeg ik me dus af. Ja, dat zijn we maar. Maar dus ook wel dat je nu denkt van ja, nu moeten we dus echt. Ja, de lat ligt erg hoog. Ja, toch? Ja, je hebt de lat heel hoog maar gelegd. Dat is net zoals met de sporters aan de overkant. Je legt de lat zo hoog, dan denk je, dan moet je wel potverdorie. Maar dat is ook de uitdaging. Dat is ook dat is wat je wil, toch? Beter worden en groter en beter. Ja. En groter en meer. En meer. Ja, het is nooit genoeg. Maar kijk, we hebben even... jullie speelden in Lowlands. Ik begreep dat er nog nooit op dat moment zoveel mensen naar één concert op Lowlands waren geweest als naar jullie concert. En dat was niet de headliner 's avonds, maar dat was gewoon begin van de middag. Hè? Ja, openen moest. Een beetje aan het uitbrakken is eigenlijk. En denkt van, ga jij of ga ik? En ze gingen allemaal. Ja, dat was gaaf. Ja, nu weer hè, in Lowlands. En nu s'avonds. Is het dan toch anders? Of denk je, joh, dan gaan we gewoon. We hebben het al gedaan, maakt niet uit. Nou, het blijft wel een beetje anders. Want twee jaar geleden heb je wel een legendarische show neergezet. Dus we willen het sowieso eigenlijk even naren. Hoe ga je dat doen, natuurlijk? Dus ja, dat brengt wel spanning mee, natuurlijk. Ik vroeg me nog af, hè. Ik heb van de week naar de Passion gekeken. Oh ja, wij ook. Ja. Oh. Wat vind je daar? Wat goed, hè? Dat is niet normaal. Ik heb het echt 100 keer teruggekeken. Oh, goed was dat. Was het een soort eerbetoon aan jezelf? Of dacht je toch van godverdorie, zeg? Het is heel erg dubbel. Ja, dus toch? Ergens voel je wel vereerd. Ja. Voor de mensen die het niet gezien hebben, ze deden... Nou, kijk maar even. Kijk maar even. Aan de kant, enkel nog. Bewapend met mijn hart en mijn ziel, zo fragiel, die redt het bijna niet. Dus denk toch, ik het loop, voordat het kaartenhuis in stort. Laat het gaan, laat het lopen. Ja, vorig jaar ook, hè? Het dubbele, wat is het dubbele? Enerzijds is het lekker dat je dus... Het is een hele specifieke TV. En aan de andere kant voel je ook wel een soort van... Je nummer een soort verkracht worden. Want het is ineens heel langzaam. En je bedenkt ineens van... Oh, wat hebben we voor EO-teksten geschreven eigenlijk? Het past ineens heel goed in dat paasverhaal. Ja, ja, ja. Dus vandaar dat het een beetje dubbel is. Vroeger was het Marco Borsato en nu zijn jullie het gewoon in de Passion, jongens. Ja, ik hoop dat we die lijn blijven volgen. Er is een nieuwe single, You and Me. Ja. Die gaan we op een andere manier horen dan dat we hem kennen als we hem zouden streamen via Spotify. Ja. Dat gaan jullie doen. Ja. Maar daarvoor moet je alvast die kant op lopen. We hebben het een beetje gezellig gemaakt voor jullie. Is die single het begin van een nieuw album? Goed. Ik geloof dat we de primeur hebben, dames en heren. Luister even één tel naar zoals u hem kent. Er is al zoveel gezegd, maar wat telt er nou echt? Alleen you and me, baby. You and me, baby. Er is al zoveel gezegd, maar wat telt er nou echt? Alleen you and me. Unplugged versie hiervan horen. You and me met Goldband. Zoveel fouten gemaakt. Voor excuses is het nu al veel te laat. En als ik de wereld achterlaat,
wordt er dan nog wel over mij gepraat? Hij was een lieve knap, lopen maar een hot shot daddy. Wie zo mat om een gast non-stop ready. Stiekem was ik knap, niemand die het zag verder. Zieke wilde man niet te temmen. Had ik al verteld dat hoe je toen op bed lag, alles op zijn best was voor mij. Er is al zoveel gezegd, er is al zoveel gezegd, maar wat telt er nou echt? Maar wat telt er nou echt? Alleen you and me, baby. You and me. Er is al zoveel gezegd, er is al zoveel gezegd, maar wat telt er nou echt? Maar wat telt er nou echt? Alleen you and me, baby. You and me. Voor nu de kaarten voor de show van Goldband in de Ziggo Dome gaan. Vrijdag in de verkoop. Trouwe fans kunnen trouwens een dag eerder al die tickets scoren. En nog een fijne avond. Tot morgen.